ga vandaag jou op pad sturen naar de meest geheimzinnige muis in Friesland, de rottekop. En jij gaat zoeken naar het nestje van de rottekop, oftewel de Noordse woelmuis. Maait ik nog wat oorswijzen, een oorteken van het muisje? Nou, als jij de keutels vindt, dan zou het ook al heel mooi zijn. En het allermooist zou zijn als je natuurlijk het diertje zelf vindt. Een nest van een rottekop, hoe ziet het eruit? Ja, het is eigenlijk, ze maken grondnesten in de winter en dat ziet er een beetje wat, ja, er ligt wat oud materiaal van planten, van resten van, nou ja, van wortels liggen daar en dat wordt een soort hoopje en daaronder maakt het muisje een nest. En ja, het is een beetje goed zoeken, maar je kunt het, als je het goed kijkt, kun je het vinden. We kijken hem vinden, we moeten heen. Wij gaan vandaag naar het Snekemeer, naar de Zouterpoel. Voordat ik uiteen zit met een ziektocht, ga ik hier even onder een skofke even zitten. Even wachten wat er in het veld zit, even zien voordat je alles versteuren. Waar weet wat je dan zien komen. En ja, goizendhek jongens. Ik denk nog wat liet wordt, maar eens haast net te filmen. Dus het wordt dus nou wel eens tijd, denk ik, om op ziek te gaan naar die rottekop. Op naar de wetterkant. Nu rennen we hier om te zitten naar de rottekop. Maar we zijn niet alleen. Er zijn wat meer mensen op paard om naar de rottekop en tekens daarvan te zitten. Dat wordt inventariseerd. We zeggen, dan krijg je hier een ploeg. Die komt hier het veld in. En die gaat op zoek naar de vallen. Want dan lezen hier vallen. Dus zien wat daarin zit. We zullen maar even mooi, denk ik. Wat is hem? Ja? 100 fjouwer om 24. Oh, dat is een kort staartje. Ja. Wat hebben we hier? De concurrentie. Aardmuis. Dus geen Noordse. Nou, dan mogen we maar zien dat er wat in zit, want anders wordt niks meer zo meteen. Wat heb je daar? Een buisje met alcohol en daar zitten muizenpoepjes in. De muizenpoep op sterk water? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. En als je dan aan het einde van de dag zin hebt in een klokje, dan neem je de muizenpoep voor lief, of hoe gaat dat? Ja, een soort Berenburg, zeg maar, Sneker Berenburg. Ik ga geen nest voelen, ik ga geen strand voelen, okay. Alleen nog maar een pegatten in de groen. Ja. Wat zou je ervan? Hoe vind je bij kaam? Nou, ik vind dat je toch al aardig ver bent gekomen hoor. Je hebt in ieder geval iets gevonden, dat het nou geen Noordse woelmuis is of geen rottekop. Ja, dan zou ik zeggen, missie niet geslaagd. Maar je hebt aan één kant wel aangetoond dat er één ding zeker is en dat het met deze soort steeds moeilijker gaat.